Vandaag ga ik iets super tofs met jullie delen. Ik ga je namelijk laten zien hoe je zelf kneedbaar zeep kunt maken. En ik heb er heel erg veel zin in. Dus laten we voor de like-off van vandaag de 10.101 proberen te halen. Ik ben benieuwd of dat ons gaat lukken. En als je nooit meer een video van mij wilt missen, vergeet je dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal door op de abonneerknop te drukken. Het is helemaal gratis en super makkelijk. En op die manier blijf je op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. En als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken. En laten we beginnen. Oké, dan ga ik je nu laten zien wat je hier allemaal voor nodig hebt. En het is eigenlijk allemaal best wel makkelijk te vinden. Allereerst heb je namelijk olie nodig. En het maakt niet uit wat voor olie. Maar ik gebruik hier plantaardige olie. Daarna heb je shampoo of body wash nodig. Of je kunt ook zeep gebruiken, zolang het maar vloeibaar is. Je hebt ook maïzena nodig. En dit kun je heel erg makkelijk vinden in de supermarkt. En daarbij heb ik hier kleurstoffen. En deze kleurstoffen zijn optioneel. Je hoeft ze niet te gebruiken, maar het is wel leuk om het een kleurtje te geven. Maar zorg er wel voor dat deze kleurstof bedoeld is voor cosmetische dingetjes. En als allerlaatste heb je gewoon een kommetje nodig en iets om het mee te roeren. De allereerste stap is om wat maïzena toe te voegen aan je kommetje. Dus die pak ik er eventjes bij. En dan strooi ik hier een beetje van in mijn kommetje. En ik heb eigenlijk niet echt precieze afmetingen, dus ik doe gewoon maar wat. Dit maakt best een groot balletje, maar je kunt natuurlijk ook wat minder gebruiken. Zo. Dan ga ik er nu wat body wash bij doen. En ik heb deze uitgekozen omdat ik het zo ontzettend lekker vind ruiken. En daarbij wil ik een zeep maken voor onder de douche. Dus vandaar dat ik een body wash heb. Maar je kan hier natuurlijk ook heel erg makkelijk shampoo aan toevoegen. En dan kun je dit voor je haar gebruiken, wat ook super tof is. Ik ga gewoon genoeg toevoegen zodat het de maïzena bedekt. Dus here we go. Zo. Je kan altijd wat meer toevoegen, maar dit is op zich wel goed. En dan gaan we dat nu roeren. Ik vind het hier zo gaaf uitzien. Ik hou ontzettend veel van deze kleur. En het ruikt zo lekker. Gewoon super fris naar bloemetjes en naar lavendel. Huh, het ziet er een beetje uit als een vies griesmeelpapje of zo. Eeuw. Ik heb het nu allemaal wel redelijk bij elkaar gemengd. Dus de volgende stap is om wat olie toe te voegen. Ik doe eerst gewoon een klein beetje olie in het dopje. En dan vanaf hier kan ik het ietsje beter erin gieten zo. Ja, ik denk dat het allemaal er wel in kan. Zo. En dan ga ik dit allemaal weer eventjes een beetje mengen. Yes! Ik heb hier een heel erg mooi roze kleurtje. En deze heb ik online besteld. Speciaal gemaakt voor cosmetische middelen zoals bijvoorbeeld zeep of make-up. Moet het alleen nog eventjes openmaken. Wauw, het is zo mooi. Het heeft van die glittertjes en het is een beetje glanzend. Ik weet alleen niet zo heel erg goed hoeveel ik erin moet strooien om het een goede kleur te geven. Ik ga het mengen. Woo! Oh, wat spannend jongens. Hoe gaat de kleur eruit zien? Wat ziet dit er gaaf uit? Oh my goodness. Wauw! Het is echt een hele mooie pastelroze-achtige kleur. Oh, het lijkt een beetje op aardbeienijs jongens. Of crème. Oh my god. Ik vind deze kleur wel echt super mooi. Ik vraag me eigenlijk af wat jouw favoriete kleur is. Ik vind het zelf altijd super super lastig om te kiezen welke ik het allerleukste vind. Maar goed, als je een favoriete kleur hebt, laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Oh, en ik ga nog eventjes doorroeren. Het is nu dus veel te nattig. Dus wat ik ga doen is ik ga een klein beetje maïzena toevoegen, roeren, weer wat maïzena toevoegen, totdat het uiteindelijk de juiste structuur heeft. Dus daar gaan we. Klein beetje hiervan. Oeh, ietsje te veel. En roeren. Oh, het begint nu echt heel erg droog te worden. Oh my god! Oh, dit lijkt heel erg op van dat aardbeien kauwgom. Zien jullie dat? Wauw! Ik ga er nog meer maïzena aan toevoegen. En dan ga ik zo door totdat het helemaal goed is. Okidokie! Ik denk dat het nu echt de perfecte kneedbare zeep is geworden. En kijk hoe enorm tof dit eruit ziet. Je kunt er echt heel erg gaaf mee kneden. En ik vind het zo ontzettend leuk. Oké, laten we er gewoon eventjes een klein beetje mee spelen. Laten we hier een balletje mee maken. Even kijken hoe makkelijk of lastig dat eigenlijk is. En wow! Het is eigenlijk super, super makkelijk om hiermee te kneden en er iets mee te vormen. Kijk, ik heb nu alweer een balletje. En het lijkt en voelt eigenlijk wel een beetje op dat magische zand. Weet je, dat kinetische zand dat helemaal bij elkaar blijft plakken. Je kunt er natuurlijk ook gewoon stukjes van afbreken. Dus laten we dat eventjes doen. Wow, dat is zo gaaf. Wat ik nu ga doen is ik ga dit nog een keertje doen, maar dan met wat andere kleuren. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug als die ook weer af zijn. Tada! Nou, zoals je kunt zien heb ik hier hele toffe kleurtjes voor me liggen. Ik heb dus een blauwe gemaakt.
een roze en een gele. Het maakt wel een enorme troep, maar uiteindelijk vind ik het wel ontzettend waard. En ik vind het echt geweldig om ermee te spelen. En zoals je kunt zien is deze roze best wel droog geworden. Maar dat komt omdat het gewoon hier zo een tijdje in de open lucht heeft gezeten. Dus ik zou je zeker aanraden om het in ieder geval te bewaren in een luchtdicht zakje of een luchtdicht bakje. Maar het is niet alleen een speeltje. Het heeft namelijk ook gewoon een functie. Het is namelijk zeep. Zeep dat je echt kunt gebruiken om je handen mee te wassen of zelfs om mee te douchen. Maar de vraag is natuurlijk wel of het ook inderdaad werkt. Dus ik zou zeggen, laten we dat gewoon eventjes gaan uittesten. Nou, zoals je kunt zien sta ik nu onder de douche en ik heb hier een hele grote bal gemaakt. Want ik heb alle kleuren samengevoegd en ik vind het er zo ook heel erg top uitzien. Dus we gaan het nu uitproberen. Normaal gesproken zou je hier gewoon een klein stukje van halen. Maar ik ga het gewoon door midden breken. Dus here we go. Ik ga het hier op mijn schouder doen. Je ziet wel een beetje kleur, maar het begint te schuimen. Dit is zo ontzettend gaaf. Kijk hoe mooi de kleuren eruit komen te zien als het nat wordt. Oh, I love it. Nou, ik ben hier heel erg van onder de indruk. Het werkt en ik vind het super gaaf. Yay! If you wanna be my love. Oh, de vraag van vandaag is, hoe lang dus jij gemiddeld? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En vergeet het natuurlijk ook geen duimpje omhoog te geven als je hem leuk vond. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg! If you wanna be my lover.